Wij gaan de OZB-belasting, de OZB verhogen, omdat wij denken dat wij onze burgers iets nieuws gaan geven. Wij krijgen een verhoging van de lasten niet om tekorten te dekken, tekorten te dichten. Nee, we willen dit gebruiken voor iets nieuws. We willen het gebruiken voor een sporthal, voor een maatschappelijk centrum aan de Rijndijk of voor een nieuwe school. Dat is een verhaal waarbij we naar de burgers, naar de bedrijven kunnen komen van mensen, we moeten gaan investeren en we krijgen daar iets voor terug. De vraag is echter hoe die investering gaat gebeuren. Gaan we die helemaal lineair over alle doelgroepen doen of gaan we ene doelgroep meer belasten dan een andere? En vanuit PZ is er heus wel iets voor te zeggen hoor, dat een burger, dat een inwoner meer profijt heeft van een school dan een maatschappelijk centrum, dan een ondernemer heeft. Maar ons uitgangspunt is gelijkheid. Ons uitgangspunt is solidariteit. Dat betekent dat wij ondernemers mogen vragen maatschappelijk verantwoord te ondernemen en bij te dragen aan het leefklimaat waar ze hun bedrijf hebben. Ter 11 uur heeft de VVD een voorstel ingediend waarvan wij vonden dat het recht deed aan de verdeling van de lasten en nou, uiteindelijk is daar na heel lang overleg is daarvoor gekozen. Ja, progressief Zoeterwoude miste twee personen waardoor VVD en CDA een meerderheid hadden. Dat was een meevallertje. In dit geval is het een meevaller, maar ja, normaal gesproken is iedereen aanwezig en dan had de kaarten heel anders kunnen leggen. Weet je, op een gegeven moment moet je een knoop doorhakken en dan, dan kijk je naar, naar je achterban. Onze achterban die op ons gestemd hebben, dat zijn veel ondernemers. En die ondernemers wilden wij niet door het gebruikersgedeelte en het eigenaarsgedeelte even hoog te laten zijn, maar dat gezamenlijk even hoog te laten zijn als het zeg maar het woninggedeelte, wat dus dan gelijkwaardig is, leek ons eerlijker naar de ondernemers toe. En ja, dat is heeft de beslissing en ik vind het jammer dat dat niet raadsbreed gedragen is. Ik voelde op een gegeven moment toenadering. Ik denk, we gaan het nog voor elkaar krijgen. Maar ja, soms zit het mee en soms zit het tegen.